fantastisch. Als je aardig doet tegen iemand, doet hij ook aardig tegen jou. Dat is heel gek, maar dat zijn we een beetje vergeten. Ik ben namelijk nog steeds bang om iemand te discrimineren. Ik zal je een voorbeeld geven. Dan heb ik heel vaak een rugzak op en dan sta ik in de rij bij de pin. En je voelt dat er weer niemand achter je gaat staan. Dat voel je. En ik doe dan altijd even zo met mijn rugzak zo. Want ja, het is niet laden en lossen. Het is gewoon, En dat doe ik dus altijd behalve als een Marokkaanse jongen achter me staat. Maar dan denk ik, wacht even, dan denkt hij natuurlijk dat ik dat doe omdat hij Marokkaan is. Dus dan ga ik mezelf verexcuseren. Dan ga ik van, nee. Dat doe ik bij iedereen. Nee, je moet niet, dat is niet omdat, ik heb niks tegen Marokkanen. Ik bedoel, onder mijn beste vrienden zitten mensen die hebben ook niks tegen Marokkanen. Nee. Ik wil dus uitleggen dat, ik vind het hartstikke leuk dat je er bent, snap je? Ik vind het hartstikke, zak je pijpen anders. Nee, maar ik bedoel niet eens voor het seksueel of zo, maar gewoon, ik bedoel, ik weet dat je vredelievend bent, maak me gewoon niet dood. Ik wil gewoon duidelijk maken dat ik het leuk vind dat je er bent en dat ik je dus niet ben aan het discrimineren of zo. Dat zou ik nooit doen. Ik bedoel, versta je me? Nou, dat bedoel ik. Maar ik bedoel dus, want dan moet je gewoon, ik bedoel er niks mee, snap je? Ik doe het bij iedereen en op een gegeven moment zei die gozer, het is goed, weet je. Dat is goed, weet je. Ik vind het altijd heel tof, weet je. En zie mensen me ook als mens. Vind ik altijd top om te horen, weet je. Nee, maar ik vind je ook aardige gozer. Ik vind je zo aardig hier. Heb je pinpas terug.